We staan op de Veluwse Avondmarkt 2024 in Beekbergen. Er zijn van allerlei kraampjes met oude ambachten en er is van alles te doen. Het regent een beetje, maar dat is helemaal geen probleem. We gaan even rondkijken. Wij zijn samen. U bent de bezoeker van de Veluwse Avondmarkt. Komt u hier ieder jaar? Ja, af en toe komen we wel eens. Eén keer per jaar. Waar komt u vandaan? Ik kom zelf uit Teugen vandaan. Oeh, dat is ook niet al te ver weg. Nee, dat klopt. Dat is zeker niet te ver weg. Wat u daarvoor soorten kaas? Ik heb hier drie soorten kaas. Ik heb een hele mooie oude, een Noord-Hollandse, een boerenkruidenkaas en een boerenbelegen. En wat is de meest bijzondere? Dit is wel de meest populaire eigenlijk. Hij is een mooie oude. Hij is heel romig. Dat is eigenlijk niet, zie je niet vaak bij een oude kaas. En hij heeft gewoon heel veel smaak en dat is gewoon heel belangrijk. Dus dat is wel de meest populaire en die gaat van het hart. Goedenavond, meneer. Hallo. U heeft twee paarden bij u. Wat gebeurt hier? Gewoon een rondrondje om de markt heen. Met personen erin. En hoeveel mensen kunnen er in deze wagen? Hier kunnen er ongeveer 20 in. 20. En heeft hij al een keer vol gezeten? Nee, nu nog niet. Maar vorige week wel, ja. Het regent een beetje. Het begint eigenlijk een beetje slecht nu. Het kan beter aan het eind van de avond regen, maar ja, het is niet anders. Mevrouw van der Grift, we staan hier in de kerk in Beekbergen. U bent gastvrouw. Bij welke religieuze gemeente hoort deze kerk? Deze kerk is de hervormde kerk van Beekbergen. U bent in de hervormde gemeente van Beekbergen. En deze kerk maakt onderdeel uit van de protestantse kerk in Nederland. En iedere zondag worden hier protestantse erediensten gehouden. En met de Veluwse Markt vinden we het erg leuk om dorpsgenoten, maar vooral ook vakantiegangers, hier te ontmoeten en welkom te heten in ons gebouw. En te laten zien hoe mooi het gebouw is en hoe prachtig ons orgel klinkt. Bent u daar speciaal voor geopend vanavond? Ja, deze openstelling heeft speciaal te maken met de Veluwse Markt. Mensen zijn hier welkom om binnen te komen, om even te kijken, om stil te zijn. Maar ook om te zingen. Heel veel mensen doen dat graag. En daarom is er iedere avond dat de kerk open is op donderdag om 7 uur en om 7:15 een samenzangmoment. Dan speelt de organist allemaal bekende liederen en mensen worden dan van harte uitgenodigd mee te zingen. En er wordt veel en dankbaar gebruik van gemaakt. Ja, is er veel animo voor? Ja, zeker. Zeker. Mensen zingen graag in deze omgeving, maar ook vakantiegangers. En op een gegeven moment weten mensen dat het fijn zingen is in deze kerk. En dat het mooi is, de manier waarop dat onze organisten wordt begeleid op tourbeurt. En dan komen ze graag om hier te zingen. Ja, en is het concert, of het is geen concert, maar de samenzang is nog niet begonnen. Komt het hier straks vol te zitten? Nou, vol weet ik niet, maar we merken altijd wel dat het behoorlijk goed doorloopt. En het heeft ook een beetje met het weer te maken. Op een prachtige zonnige avond dan heb je meer animo dan als het regent zoals nu. Maar over het algemeen loopt dat goed door. En voor de rest is het ook een heel mooi kerkgebouw. We hebben iemand die rondleidt en die van alles vertelt over de kerk. Kinderen kunnen hier kleurplaten maken. We hebben een boekentafel en voor een gesprek. Dus er zijn allerlei manieren waarop we de vakantieganger graag welkom heten. Ja, is er iets speciaals dat u uit zou willen dragen aan inwoners van Beekbergen en de gemeente Apeldoorn? Ja, nou, in de kerk gaat het om God natuurlijk. En om het geloof in de Heer Jezus Christus. En dat willen we heel graag uitdragen. Dat doen we iedere zondag als de diensten worden gehouden hier. Maar ook heel graag op het moment dat de kerk open is in het toeristenseizoen. Ja, iedereen mag weten en horen en zingen over het geloof in de Heer Jezus. Ja, dank u wel, mevrouw van der Grift. Graag gedaan. Nou, ik sta tussen de twee DJ's van Samen 1 in. René, ik begin bij jou. Het zonnetje gaat schijnen.
Ja, dat komt misschien door mij. Nee, dat is onzin natuurlijk. Nee, eerst regen hier. Ik begon met regen en bewolking. En toen kwam het zonnetje lekker door. Dus, en dat merkte je gelijk aan het publiek wel. Gelijk werd het drukker. Ja, dus de sfeer is goed. Ja. En ik zag dat je een paar leuke interviews had. Ja, klopt. De overburen in de klederdracht daar. Veluwse klederdracht. En nog wat luisteraars. Een vakantieganger uit Groningen. Dus, en een radiocollega van de lokale omroep in Elburg. Dus leuke mensen gesproken. Ja, even voor de duidelijkheid, voor de kijkers. Wij staan hier dus ook met live radio op de Veluwse Avondmarkt. Dus vandaar. En René en Jan Egbert hier verzorgen de radio. Dus René, hoe ziet het eruit voor vanavond verder? Voorspoedig? Ja, zeker. Ja, Jan Egbert is nu de DJ, dus de plaatjes. We draaien vanaf vinyl, hè, zoals je ziet. Dus niet vanaf cd of harde schijf. Dus af en toe kraakt en spettert het, maar dat hoort erbij. En ik doe wat verslaggeving. En net de eerste twee uur heb ik de plaatjes gedraaid. Ja.